Inmiddels ben ik nou uit dienst bij de Woensel Support. En ja, 3 jaar geleden heb ik voor het laatst gewerkt. 2,5, 3 jaar geleden. Ja, klopt. En op wat voor manier is dat beëindigd? Ik heb mezelf op een gegeven moment na een veelvuldige incidenten en zo waar ik mee te maken heb gehad, heb ik me ziek gemeld. Ik was op een gegeven moment wel naar een rustigere afdeling geplaatst. Maar vanwege de reorganisatie, opreorganisatie die maar aan de gang bleef, moest ik weer terug naar de kliniek in. En dat trok ik op een gegeven moment gewoon niet meer. Dus ik ben al wat ouder en het fysieke geweld, er was soms 3 keer in de dienst dat er vechtpartijen waren. En op een gegeven moment heb je dat wel gehad. Ja. Je had het al over incidenten. Het was niet zoals het gemiddeld is bij een instelling, toch? Nou, hiervoor heb ik ook bij andere instellingen gewerkt, maar ik stond er wel vanaf het begin van aanvang van mijn dienstverband, stond ik er wel van te kijken van hoe vaak dat het hier voorkwam, ja, incidenten. En niet zomaar incidenten dat er een keer wat gezegd wordt, maar gewoon echt fysiek geweld wat gebruikt wordt. Hoe uitzicht dat dan? Ja, het fysieke geweld, het is natuurlijk een populatie die binnenkomt wat op een gegeven moment of nog een drugsverslaving heeft of psychiatrisch nog behandeld moet worden. Formeel klopt een bezetting, maar als je gaat kijken wat er allemaal bij komt en er zijn de logistieke bewegingen, of je hebt op een gegeven moment met bepaalde opleidingen van doen, of iemand moet van een afdeling af om het eten te gaan halen. Ik noem maar heel veel dingen. Want er zijn heel veel nevenactiviteiten die erbij zijn gekomen de laatste jaren. Dat ik zeg van, dat is erbij gekomen en dat moet je extra doen, waardoor je niet inzetbaar bent op een afdeling. Het zijn bepaalde trainingen over weerbaarheid die je moet volgen. Het zijn de intervisies die je moet volgen. Nou goed, in het rijtje kan ik nog wel een heel stuk verder gaan. En daarmee zie je dat er vaak met een gekunsel, op een gegeven moment een bezetting, dat het intact wordt gehouden of roeien met de riemen die je hebt op dat moment. En soms sta je inderdaad, of stond ik in mijn tijd, van gewoon alleen met een leerling op een afdeling. En soms, ja, dan heb je ook de verantwoordelijkheid voor een leerling. En die kan en mag ook niet alles doen. Ja, als je leerlingen daar en die vallen vanuit hun theoretische opleiding, moeten ze dan stage lopen binnen de kliniek. En ik heb me er altijd tegen verzet, ook altijd, ook naar de opleiding toe. Dan denk ik, ze weten niet met wat voor een populatie dat ze werken. Mensen kunnen beschadigd raken voor de rest van hun leven. En ik heb dat ook zien gebeuren. Dan denk ik van, dat mag je een meisje, jongen tegenwoordig ook wel, maar in mindere mate, van een jaar of 19, 20, mag en kan je dat niet aandoen. Natuurlijk probeerden die er het beste van te maken. En soms hadden ze ook een hele heldere kijk. Maar dan denk ik van, je moet iemand ook tegen zichzelf beschermen. En die bescherming voor die leerlingen stagiaires was er niet. Ik heb er vaak met incidenten dat ik ze gewoon van de afdeling af moest duwen. Van oké, hier wil ik niet dat jij hier iets mee te maken krijgt. En dan holden ze gewoon van een afdeling af. Maar achteraf vergat je gewoon te vragen van wat heeft dit met je gedaan? Of dat er een bepaalde opvang was? Nee, Wat voor helemaal niet. situaties gaat het dan over? En dan had je het over behoorlijke agressieve situaties of van vechtpartijen op een afdeling. Dat er met stoelen gegooid werd, letterlijk deuren eruit getrapt werden. Een En dan, situatie waar iemand zonder ervaring niks te zoeken heeft. waar iemand, inderdaad, je zegt het juist, waar zonder ervaring waar je niets te zoeken hebt. Ja. Jij klapt uit de school, maar de medewerkers die er nu werken, die durven niet hun verhaal te doen bij Omroep Brabant. Nee, dat kan me ook wel heel goed voorstellen. Als ik in een andere positie had gezeten, had ik het waarschijnlijk ook niet gedaan. Maar kijk, je moet op een gegeven moment ook wel zeggen van, een klokkenluider is in Nederland niet beschermd. En dan denk ik van, iemand moet het wel eens een keer naar voren gaan brengen. En ik weet dat heel veel collega's er zo over denken. Maar goed, die hebben kinderen of ze hebben een hypotheek en die zeggen van, ja, ik kies voor mezelf, want ik durf het gewoon niet. Daar begint het al met durf. En sommige dingen die worden door het management, het tussenmanagement, worden dan stilgehouden. Tegen het management of tegen, ja, durven ze nog wel iets te zeggen. Maar ik heb daar geen hoge pet van op, want vaak ja, smoorden die dat ook in de kiem en was het allemaal of werd het niet zo serieus genomen. Jij praat wel. Is het niet een trap na? Waarom vertel je het? Ja, kijk, je probeert natuurlijk wel objectief te blijven. En natuurlijk heb ik een wrok naar mijn werkgever van wat ze met mij gedaan hebben, dat denk ik, dat is ook geen schoonheidsprijs. Oké, daar hebben ze voor geboet, daar hebben ze voor betaald. Maar dan denk ik van,
Ik gun het niet een andere medewerker dat hij ook in zo'nzelfde situatie komt. Ik zeg tegen collega's met wie ik nu nog contact heb, het is de firma leugen en bedrog. En dat heb ik zelf mogen ervaren, ik kan het overleggen, het is zo. Van hoog tot laag. En natuurlijk, een bepaalde wrok, dat heb ik en dat probeer ik ook achter me te laten. Dan denk ik, mijn toekomst ligt nog voor me. Gelukkig zonder de woenselsupport. Gelukkig zonder de woenselsupport. Want ik zeg al, ik heb meerdere werksituaties of werkgevers gehad. Ook grotere instellingen. Maar zoals ik het hier meegemaakt heb, dan denk ik van, nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En ik hoop het ook niet meer mee te maken.